We zitten midden in het seizoen en dan vraag je misschien af, wat zijn nou goede drills om een putter te trainen? Daarop geef ik één antwoord, scorend vermogen. Het gaat erom om die bal in de hole te krijgen. Nou, de volgende opstelling heb ik gecreëerd. 3 afstanden. Langer, 8 meter, 10 meter en 12 meter. En hier heb ik 3 situaties gecreëerd van 4 voet. 1, 2, 3. Alle 3 4 voet, 1 meter 20. Een enorm bepalende afstand voor de amateur golfer. En nu gaan we als doel creëren om die 6 ballen volgens de doelstelling uit te holen. 2 putts op de lange afstand, 1 put op de korte afstand. En dan kun je gaan beginnen op 12 meter, terug naar 10, terug naar 8. In dit geval begin ik heel bewust op de 8 meter, want de druk wordt naarmate de oefening vordert steeds hoger. Dus, kom aan bij die 8 meter put. Ik lees mijn lijn. Ik pas mijn routine toe zoals ik hem altijd toe zou passen. Ik maak een oefenput. Ik lijn op. Kijk naar het doel, terug naar de bal, pats. En er is maar één ding belangrijk, dus dat die bal de hole in gaat. En als hij er niet in zit, dan moet hij zo kort bij de hole eindigen, dat ik een makkelijke tweede put overhoud. Nou, in dit geval is dat wel duidelijk. 2 put voltooid. Nou kom ik terug bij die viervoeter. Ik ga beginnen met deze bal. Ook nu, ik lees weer mijn lijn. Ik maak een keuze, dat kan een bewuste keuze zijn, rechterkant lip, dat kan een onbewuste keuze zijn. Ik ga op gevoel klaarstaan en ook deze bal moet erin. Hebbes. Door naar de 10 meter put. Wederom, ik lees mijn lijn. Ik begin die druk te voelen, het is 2 meter verder. Bal moet erin. Als ze er niet in zit, hoeft hij niet de kans te hebben. Dan moet hij er zo kort bij eindigen dat ik een makkelijke tweede put heb. En mijn 2 put ga maken. Ook gehaald. En ik blijf die druk voelen van die viervoeter. Die bal moet er gewoon in. Afstand is niet groot. Lijn is duidelijk te lezen. Je kunt zelfs een keus maken om de lijn eruit te slaan. Maar je moet erin. Mis. Klaar. Klaar met de oefening. Ik ga terug naar die 8 meter put. Viervoeter. 10 meter put. Viervoeter. Foutloos moeten die 6 ballen gespeeld worden. Op deze manier train je scorend vermogen. Die competitieve mind. Die enorm belangrijk is in het seizoen. Je traint de eenmaligheid, je traint een stukje druk. Allemaal facetten waar jij als golfer mee te maken krijgt tijdens het golf. Mocht het nou onverhoopt niet gaan lukken, kijk, ik mis nou die korte put, wil ik toch een diagnose gaan stellen. Ja, wat kan ik nou doen? Het geeft toch vaak een veilig gevoel om aan een stukje techniek te gaan werken. Dan heb ik nog 2 oefeningen, baat het niet, schaadt het niet, waaraan je kunt gaan werken. Een van die oefeningen hebben jullie in de nieuwsbrief van februari al terug kunnen zien. Dat is het zogenaamde oplijnen. Putter op het doel. Voetlijn parallel. Dus links van mijn gekozen doel. Ik wijd er verder niet te veel op uit. Op mijn website onder het kopje nieuwsbrieven vertel ik daar meer over. En een tweede oefening is controle van de stand van het slagvlak. Mooie oefening om te controleren of jouw slagvlak recht staat op impact is het gebruik maken van zo'n gekleurde bal. Heb je die nou niet, gebruik je een normale golfbal waar je een lijn op gaat zetten. En dan fungeert die lijn als lijn. In dit geval kan ik die kleuren mooi gebruiken. En leg ik de lijn gericht naar het punt zoals ik de put lees. In dit geval links midden. Ik adresseer, ik check de voetlijn en ik strook die bal. Nou, op het moment dat je ziet dat die kleuren mooi evenredig rollen, stond jouw blad recht. En dat ga je een aantal keren herhalen.
Hier check ik, ben ik tevreden over mijn start, over mijn startrichting. Startrichting is precies wat ik wil. Hier controleer ik, ben ik tevreden. Putter in het verlengde, voeten parallel en dan de strook. Is de strook op een manier dat geel-oranje evenredig blijven rollen? Heb ik een goede bal geslagen, stond mijn blad recht en weet ik dat het niet aan mijn stand van mijn slagvlak ligt. Gecombineerd met het oplijnen heb je twee gerichte technische drills die je in het seizoen toe kunt passen. Maar ben wel altijd bezig met je scorend vermogen. Mijn optiek, maximaal 25% techniek, 5 minuutjes, 15 minuten, dus 75% scorend vermogen.